Drie vriendinnen van het stel hebben van zowel Martijn als Nicole een uitnodiging gekregen en weten daarom al hoe de vork in de steel zit. We hadden echt zoiets van, wat moeten we nu? Vertellen ze voor de cameras van het programma. Door hun ingrijpen kon worden voorkomen dat de twee MEFS-deelnemers elkaar alsnog voor de opnames leerden kennen. Op Ibiza zetten de meiden, die zichzelf de bosse bolletjes noemen, alles op alles om te voorkomen dat de twee elkaar tegenkomen. We hebben echt vanaf het begin af aan gedacht, dit houden we geheim. Dit is een dag voor Nicole en Martijn, en die dag gunden we hen van harte. Dus absoluut geheim. Toch scheelde het niet veel of hun geheimpje kwam alsnog eerder uit. Op Nicole's laatste avond en Martijn's eerste bevinden zij zichzelf namelijk op dezelfde plek. Omdat de kersverse bruidegom die avond moe is van het reizen, besluit hij eerder naar huis te gaan. En zo loopt hij Nicole op een haar na mis. Daarnaast wordt een etentje op het laatste moment gecanceld om te voorkomen dat de twee elkaar tegen het lijf lopen. Maar daar blijft het niet bij, ook in Nederland missen de twee elkaar maar net. Zo viert de vriendengroep samen adem met Nicole, maar zonder Martijn. En ontbreekt Nicole tijdens een weekendje kamperen. De tortelduifjes hebben dus meer gemeen dan gedacht. Nicole is zeker mijn type. Ik weet zeker dat als ik haar tegen was gekomen ergens in de horeca, dan had ik denk ik wel mijn best gedaan. Ik had al vertrouwen in de wetenschap en dit is wel een bevestiging voor mij dat het klopt, aldus Martijn. In de tweede aflevering maken we ook kennis met het derde koppel, Maarten en Richel. De 32-jarige tukker Maarten heeft zijn zaakjes goed op orde. Hij heeft een mooi huis, fijne vrienden en een goede band met zijn familie. Alleen een leuke vrouw mist hij nog aan zijn zijde. Maarten is niet al die tijd bewust single gebleven. Hij is naar eigen zeggen kritisch en heeft daarnaast last van verlatingsangst vanwege zijn verleden. Op zijn 16e wordt zijn vader ziek en krijgt zowel als Alzheimer. Dat heeft 1,5 jaar geduurd en heeft echt wel een impact gehad op het leven van mij, mijn moeder en broer, vertelt hij. En daar heb ik eigenlijk last van gehad tot op de dag van vandaag. Dat heeft wel wat met mij gedaan. Maarten is nu op zoek naar een echte dame en de gelukkige bruid is de 30-jarige Richel. Ook zij is op zoek naar huisje, boompje, beestje. Alleen waar, dat is nog de vraag. Want zowel Richel, die in de buurt van Den Bosch woont, als Maarten, die in Enschede woont, wil eigenlijk niet weg uit eigen huis. Richel heeft de afgelopen tijd enorm veel gedate, maar vindt de juiste persoon maar niet. Is Maarten de ware? We'll be right back.
We'll be right back.